Er is een tweede oorlog gaande tussen Rusland en Oekraïne. Die van de media. Met aan de ene kant de propagandamachine van Poetin. En aan de andere kant de slimme PR-optredens van Zelensky. Maar van groot belang zijn ook de social media campagnes van burgers en soldaten. We gaan naar hoogleraar mediastudies, Mark Deuzen. Media zijn onmiskenbaar verbonden met alle aspecten van ons leven. Van hoe en wie we liefhebben, hoe we leren, wat voor werk we doen, tot aan het functioneren van de politiek en de democratie. We staan op met een klikrondje op de smartphone, op school, op het werk en 's avonds thuis. Overal staan beeldschermen aan. We leven al lang niet meer met media, maar in media. Het leven in media verandert ons. En het verandert de wereld om ons heen. Dat laat de Russische invasie in Oekraïne goed zien. Zonder media zou deze oorlog er heel anders uitzien. We zien bijvoorbeeld hoe president Zelensky op ongelooflijk kundige manier al maanden media inzet om aandacht en steun van de wereld voor zijn land op te eisen. Hij stuurt nog steeds dagelijks videoboodschappen rond, neemt selfies, geeft overal toespraken. Zowel in de parlementen en bij de Verenigde Naties als bij de Amerikaanse Grammys en het Cannes Filmfestival. Hij staat ook op de cover van gerenommeerde tijdschriften zoals Time. Op de cover van Vogue was zelfs zijn vrouw te zien. Zijn verleden als professionele mediamaker komt duidelijk van pas. Het gaat niet te ver om te stellen dat zonder Zelensky's mediaoptredens Oekraïne wellicht allang onder Russische voet gelopen zou zijn. We defend our freedom to live, to love, to sound. On our land, we are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs. The dead silence. Fill the silence with your music. Fill it today to tell our story. Tell the truth about the war. On your social networks, on TV. Support us in any way you can, any but not silence. Niet alleen de president maakt media over de oorlog and verandert die daarmee. Ook Oekraïnse jongeren roeren zich. Zij zenden de oorlog nagenoeg live uit. Met leuke, maar tegelijkertijd ook schokkende, korte filmpjes op TikTok. Ze gaan in discussie met hun Russische vrienden via Telegram. En op het streamingplatform Twitch zijn we er zelfs live bij als de eerste bommen inslaan. Oké, okay, okay, 22 je ook de soldaten op het slagveld laten op allerlei manieren van zich horen en zien via de media. Ze maken video's tijdens hun missies, zamelen geld in met behulp van reclamespots of andere ludieke acties. Wat de oorlog in Oekraïne via al die mediakanalen met ons doet, is dat het ons in plaats van consument tot ooggetuige maakt. Beelden en fragmenten van de invasie krijgen we niet alleen meer binnen via de journalistiek maar ook via andere, vooral online kanalen. Sommigen van ons worden zelfs deelnemer van de oorlog. Door berichten te liken en door te sturen. Of we gaan nog veel verder door ons online te organiseren. Onder de noemer NAVO, de North Atlantic Fellows Organization. Maken en verspreiden internetgebruikers wereldwijd grappige memes. Om de strijd aan te gaan met de propaganda van Russische zijde. So, this video of a verslagen Russische tank, which is foreseen a satirical voiceover in the beroemde stem of David Attenborough. This is a Russian tank. Like the Pacific salmon, Russian tanks migrate long distances from the abyss of Russia to end their lives in Ukraine's beautiful fields. Niet alleen online kun je deelnemen aan de oorlog. Zo kun je bijvoorbeeld tegen betaling een gepersonaliseerde boodschap op een raket laten schrijven die vervolgens door het Oekraïnse leger op Russische doelwitten wordt afgeschoten. Het leven in media maakt dat we ooggetuigen zijn, deelnemers. We worden onderdeel van de levens van anderen, soms heel ver weg, juist ook in tijden van oorlog. Met elke klik, swipe en elk gebruik van een toetsenbord of een afstandsbediening zijn we niet alleen toeschouwer, maar juist ook producent, maker van werkelijkheid. Dat geeft ons macht: macht om mee te doen aan de discussie. Maar met die macht komt ook grote verantwoordelijkheid. Want wat voor wereld willen we eigenlijk maken en hoe draagt ons eigen mediagebruik bij aan een betere wereld?